allemaal, welkom bij een nieuwe video. Nou, ik heb een pakketje ontvangen van Splash Toys. En daar zaten deze hele leuke sneak arts in. En dit zijn dus eigenlijk schoentjes die je in kan kleuren. Je zou ze ook weer gewoon eruit kunnen wassen en dan opnieuw beginnen. En die kan je gewoon in zijn sleutel hangen. Die kan je aan je tas, kan je eigenlijk overal aan ophangen. En kijk hoe schattig dit eruit ziet. Het zijn gewoon kleine schoenendoosjes. Super schattig. Ze hebben ze ook in verschillende kleuren. Ze hebben blauw, roze, paars en geel. Ze hebben ook grote versies. Hier zitten twee schoentjes in en een doel. Zo ziet dat eruit. Superleuk. En ik ga je nu even de binnenkant laten zien. Dus dit is het doosje. En wat er dan in zit, is er zit een schoentje in. Er zijn 24 verschillende schoentjes, dus het verschilt ook qua kleur. Nou, laten we deze even openmaken, zodat jullie het beter kunnen zien. En hij is ook een beetje fuzzy. En het heeft ook zo'n soort haakje hier, waardoor je hem dus kan ophangen aan de keychain die er ook bij zit. Want er zit ook nog een checklist in, stickertjes en dus bovenin ook die keychain. En die is ook in verschillende kleuren. En er zitten ook nog stiften bij. En voor nu heb ik nog allemaal verschillende kleuren stift gezien. Ik heb oranje gezien, maar ik zie hier dus ook grijs, roze en donkerblauw. En ze hebben dus allemaal verschillende. En deze vind ik super schattig met deze clipjes erop. Dus laten we maar gaan kleuren. Nou, ik ben nu klaar om te kleuren. Alleen, ja, wat hier in het grote pakket zit, daar zitten twee schoentjes in. Dus ook twee keychains. Daar zitten hele leuke stickertjes in. Net zoals bij het kleine pakketje. Alleen het kleine pakketje zijn iets minder stickertjes. En ook dit soort stickertjes die ook in het kleine pakketje zitten. Nou, dan zitten er drie stiften in. Dus dit soort stiften. En het verschilt meestal per pakket welke kleuren erin zitten. En één zo'n dikke stift. Deze geeft vier lijnen. En er zit ook een hele leuke spuitbus bij. Nou, hier stop je dus zo'n klein stiftje in. En dat, daarmee blaast het eigenlijk het inkt eruit. Superleuk. Het ziet er ook uit als een spuitbus. Echt super schattig. Er zit ook een glitterlijmpje in. Dus één glitterlijmpje per pakket. En schablonen. En dat is echt super schattig. Maar laten we nu gaan kleuren. Nou, ik heb dus dit schoentje. En nu is de vraag waar ik ermee ga doen. Ik zie hier hele leuke vakjes voorop. Dus ik denk dat ik daar wel iets leuks mee ga doen. Ik ga beginnen met kleur. Welke kleur pas je bij? Nou, ik denk blauw, paars, een beetje geel. En ik heb er trouwens een papiertje onder gedaan. Want ja, het is wel uitwasbaar. Maar ja, safety first. Want ook al komt er een stift dat uitwasbaar is op een tafel. Ouders zijn hier nooit echt blij mee. Vooral moeders niet. Oké, laten we nu maar even gaan kleuren. Op rust en concentratie. En ik begin met de vakjes die ervoor zo zitten. En als je iets niet leuk vindt, dan moet je er wel voor zorgen dat je natuurlijk niet heel ver bent. Dan zou het er natuurlijk nog uit kunnen wassen. Alleen daar moet je wel mee opletten. Als je eruit was, wordt je wel alle stift eruit. Behalve als je geen uitwasbare stift gebruikt. Goeie tip. Oké, 1, blauw. Dan wil ik paars. En ik heb inderdaad ook meerdere stiften, maar ik heb natuurlijk ook meerdere pakketjes. En ik vind het wel super leuk om te doen, want ja, ik hou van kleuren. Dit is trouwens verkrijgbaar bij de bol.com. En we gaan nu even van dichtbij filmen, zodat je ziet wat ik nou eigenlijk kleur. Want van de vier zie je alleen maar een saaie witte schoen. Het is waarschijnlijk ook gewoon bij de Intertoys verkrijgbaar. Alleen dat weet ik niet, of met click and collect. Geen idee, maar... Want dat heb ik natuurlijk niet gecheckt, maar dat kan je wel eventjes checken. Nou, nu ziet het er een beetje regenboogachtig zo uit. Ik denk dat ik grijs ga proberen. Meestal kleur ik dan een beetje op papiertje. Daar is het ook handig voor, om te kijken of ik het kleurtje wel leuk vind. En dan pas kleur ik op de schoen. En zo ga je eigenlijk kleuren totdat je hem helemaal hebt ingekleurd. Helemaal hoeft natuurlijk niet, maar totdat jij hem leuk vindt en denkt dat hij af is. Ik ga jullie even laten zien wat deze grote stiften doen die dus in dit grote pakket zitten. Nou, deze geeft dus vier streepjes. Heel mooi. En hij is ook best fel. Alleen ik denk dat ik het wel leuk vind om hierop te tekenen.
Je hebt natuurlijk ook smallere versies hiervan, waardoor je het natuurlijk een beetje kan bijtekenen. En zo doe ik dus eerst de roze en dan hierboven wil ik de blauwe doen. En je zou natuurlijk ook met een hoekje gewoon de hele tijd één lijntje kunnen zetten. Maar vier tegelijk is natuurlijk veel makkelijker. Nou, dat is de roze. En nu gaan we de blauwe uitproberen. Oeh, die is een stuk donkerder. Zo. Ik vind de streepjes wel erg mooi. Nou, soms ga ik een beetje van het schoentje af, maar dat maakt zelf niet uit, want dat doe ik zelf. Tada! Ik vind hem wel fancy. Ik vind hem fancy. Ik zie hier hele leuke streepjes hieronder. En die denk ik dat ik wel leuk vind om te spuiten. Dus we gaan even de spuitbus uitproberen. Nou, laten we erbij pakken. Met welke kleur wil ik dit? Ik wil dit met de kleur groen. Dus we maken hem open. En er zit er een. Ik weet niet of je de. Ja, ik noem ze blowpennen kent. Daar stop je ook een stiftje in. En dan blaas je er tegenaan. En dan komt het er ook uit. Maar deze met een heel handig apparaatje. Dus laten we de groene erbij pakken. Die stoppen we hierin. Zo, totdat hij niet meer verder kan. Dan hebben we deze onderkant. Daar stoppen we hem ook in. En dan ook wanneer hij echt in zit. Dus niet dat hij er bovenop zit. Dus zo los erop zit. Maar dat je wel echt doorduwt. Nou, dan kan je natuurlijk zo spuiten. Maar dat is natuurlijk een beetje saai. Dus ik vind het wel grappig om het in het spuitbusje te doen. En als je de sitter inlaat, zorg er ook niet voor dat hij uitdroogt. Want ja, er zit een dekseltje bij. Oké, laten we hem aan deze kant even uitproberen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, dus ik ga hem even neerleggen. En dan ga je eigenlijk hier druk je hard op. Ik laat het eerst even op papier zien. Zie je? En hoe vaker, ja, hoe natuurlijk, hoe meer gekleurd die wordt. Ik wil het een beetje overal op de schoen. Fancy. Ik vind hem wel nice aan deze kant. Nou, perfect. Hoeft hij natuurlijk niet. En dan draai je hem eventjes om. En dan weet ik niet of ik aan deze kant ook groen wil of een andere kleur wil. Maar ik denk dat ik hier ook gewoon groen ga doen. En hoe harder je slaat, hoe meer kleur er ook uitkomt. En hoe zachter, hoe minder kleur. Nou, ik vind het zo wel leuk. Je zou natuurlijk nog meerdere kleurtjes erin kunnen gooien. Of gewoon een beetje bruin erbij doen, zodat het een beetje een leger schoen wordt. Maar ik vind hem zo wel er super grappig uitzien. Dus ik ga even meer schoentjes kleuren. Spaar ze alle 24 en customize ze zoals jij het mooi vindt. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus doe een dikke met de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Bijtje natuurlijk. Vergeet ook te volgen op Instagram en TikTok. Bijtje Grieks IT. En wees creatief, hè? Doei!